Het is wel een beetje een gekke dag. Het was meer spannend toen ik gisteren ging slapen. En ja, weet je, voor mij verandert er misschien nog wel wat als je straks daadwerkelijk gekozen zou worden. Dan, ja, dan neem ik wel mijn verantwoordelijkheid en ga ik me daar echt wel hard voor maken. The heart is a blue. Shoots up through the stony ground. There's no room. We zijn onderweg naar mijn werk. Ik werk 32 uur bij Twente Milieu. Daar hou ik me bezig met gezondheidsmanagement en verzuim en reïntegratie van medewerkers. Dat is gewoon een hele mooie dimensie waarin ik eigenlijk de sportachtergrond heb kunnen combineren met mijn vak als verpleegkundige. Goedemorgen, met Monique. Is het handig, zeg maar, om vanmiddag even ergens een uurtje even te bellen, dat we even de dingen door kunnen nemen? Jawel hoor. Qua schaatsen ben je altijd bezig geweest met op dit moment je dingen doen wat jij denkt dat goed voor je is. Dat heb ik in de afgelopen weken ook gedaan. Heel dicht bij mezelf gebleven. En vrijdagmiddag zal ik zien wat het resultaat is. Oké, dat is goed. Ja, dat is heel anders dan schaatsen. Ja. De race van vandaag. Dat is aan de stemmers. Hey Hilda, met Monique. Hi. Is Ronnie ook toevallig binnen? We zijn nu op de bouwgrond in Albergen, waar Walter en ik dit jaar een huis gaan bouwen. Ze zijn volop bezig om allerlei dingen uit te zoeken. En ja, dat is heel spannend, heel leuk. En we wonen nu bij mijn schoonouders in Albergen. En we zijn dus bezig met het plan om ons eigen huis te bouwen. En daar kijk ik echt naar uit. Ik kreeg een selfie van iemand die heeft me gezegd. Ik heb natuurlijk op een schaatsen gestemd. Kijk dit aan. Grappig, hè? Nou, voor mij is een heel belangrijk moment het winnen van de nationale titel Allround. Het was echt een bekroning op toch voor jezelf kiezen, je eigen pad volgen, je eigen koers varen. En een hele mooie race heb ik ook gereden in een full T-half bij het Europese kampioenschap, waar ik brons haalde op de 3000 meter. Waarom ik meedoe aan iets saais, dat is jouw bewoording. Ik denk dat het heel belangrijk is dat mensen gaan begrijpen welke thema's belangrijk zijn binnen Provinciale Staten. Ik vind het belangrijk dat er een stem gehoord wordt namens de sport in de provincie. En we roepen allemaal, bewegen is belangrijk, we moeten dat stimuleren. En hoe belangrijk is het dan dat iemand, ook een statenlid binnen de provincie, daar het thema sport heeft? Nou, daar wil ik me heel graag hard voor maken. En wat heb je nou gestemd? Zou je willen weten, ja. Nee, ik heb zelf niet op mezelf gestemd. Ik heb daar echt zo'n beetje in dubio gezeten. Ik denk, ja. Ik heb op mijn collega Suzanne Vaal gestemd. Ik heb met haar een hele leuke campagne gehad. En ik gun haar die ene stem. Hey, bedankt. Succes vandaag, hè. Hey, tot ziens. Doeg.